VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Een vooruitblik op VVV NAC. Moreno Rutte mag een nieuw fragment in de top 3 zetten. We zien hoe drie clubiconen op een muurschildering worden vereeuwigd. Maar nu eerst terug naar de laatste wedstrijd, De Graafschap VVV. Opoku. Daar kwam weer Susic. Daar is Susic weer en nu moet hij scoren. Ja, helemaal vrij, dwars door het midden. En dan is het bij de tweede gelegenheid voor Tino Susic wel raak. En leidt VVV in de zesde minuut al. De bal blijft daar hangen. En dat had daar 0-2 moeten zijn. Lappa legt de bal daar goed neer. Het is 0-2. Het is 0-2. En Post is de man die dat doet. En ook Post scoorde al eerder dit seizoen. Verdubbelt ook zijn totaal. Hard gegeven. Abena zat ertussen. En daar bij de tweede paal. Wordt het uiteindelijk dan niks. Via Mlapa. Tutuarima. Oh, tegen de binnenkant van de paal. Een Wim Jansen balletje. Moeten we lang terug in de tijd. En maakt die faam ook nu weer waar. Hier in Doetinchem. Of komt daar nog de 2-1. Ja, en dan kan het dus toch nog steeds. Dat ene moment. Het is invaller Burgzorg die daarvoor zorg draagt. Complimenteer VVV net dat het weinig doelpunten tegenkrijgt. Maakt het zichzelf in de slotfase toch nog lastig. Ja, we komen er nog maar even terug. Hier staat aangegeven 3 minuten, maar we hebben op de klok 4 gezien. Ze staat in beeld 3, maar het is 4. En het is 2-2, nog niet. Identieke situatie. Oerenstal zeer boos, de bal komt op de paal. En dan houdt het op, pakt VVV hier 3 punten. En daar heeft het de hele wedstrijd wel naar uitgezien. Het heeft het alleen zelf onnodig spannend gemaakt in die laatste minuten van de wedstrijd. Een zeer tevreden trainer staat er voor me, denk ik. Ja, we hebben goed gespeeld afgelopen week bij de Graafschap. Eigenlijk vanaf de eerste seconde gespeeld voor de overwinning. Heb ik ook gevraagd aan de spelers. Omdat ik het gevoel had dat het een ploeg was die, mits wij de juiste vorm hadden. Ja, dat was een... Dan lagen de mogelijkheden, laat ik het zo zeggen. Nou, dat hebben we de eerste helft uitstekend gedaan. Tweede helft kom je eigenlijk ook niet of nauwelijks in de problemen. Vind ik wel dat we weigeren om verder uit te lopen. Het idee dat de ploeg de wedstrijd dood wilde spelen. Maar dat kun je ook doen door voor de 3-0 te gaan. En we gokten nu te veel op de ijzersterke verdediging en op Lars. Nou, dat was geen boodschap van jou in de rust in ieder geval? Nee, zeker niet. Wij hebben aangegeven dat wij graag voor de 3-0 wilden gaan. En die mogelijkheden lagen er ook. Maar dan moet je wel dezelfde bewegelijkheid hebben en aan de bal hetzelfde moeten doen als je in de eerste helft hebt gedaan. Nou, ik vond dat we dat niet deden, waardoor we eigenlijk in die eindfase onnodig onder druk kwamen. Valt ineens een bal binnen. Ja, nou, speel je nog bijna gelijk. Het is dat Lars die bal dan net aantikt tegen de paal. Dus dat was echt onnodig, want die wedstrijd die heb je zo onder controle. Dus dat was het enige minpuntje. Maar eerste helft, misschien wel het beste VVV gezien dit seizoen? Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Met heel veel voetballend vermogen, heel veel afwisseling tussen de lange bal hanteren en het positiespel spelen. Mensen sterk aan de bal, een paar goede goals. Dus wat dat betreft niet in de problemen geweest, verdedigend niks weggegeven. Behalve een mislukte voorzet die dan op de paal valt. Maar het was prima.
Opvallende speler aan Venlo's zijde was Tino Susic. De Bosnisch-Belgische middenvelder lijkt steeds meer zijn draai te vinden in het team. It's also because of my teammates and everybody in the staff. And that's why I'm calm and I have confidence because everybody there for me and they push me, they give me advice and we are like a family. That's why we play well and that's why we make good results. The criticism of the trainer was often that you did not defend well. That seems to be going well now. Maybe I need some games for adapt to this new system and after a few games it's going better and I think more I will play more it will be easy for me to defend and to play like the coach want. Die heeft goed gedaan. Die heeft hetgeen wat wij van hem gevraagd hebben in de voorgaande weken heeft hij nu uitstekend opgepakt. Hij heeft naast Danny op het middenveld gespeeld. Heel erg met hem bezig geweest dat hij aan de bal het prima deed. Maar dat hij ook moest zorgen dat hij de balans bewaakte. En dat heeft hij goed gedaan. Aan de bal heel rustig gebleven. Goede goal gemaakt. Dus die heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld. Na een teleurstellend seizoen bij Maccabi Tel Aviv en Antwerp hoopt Susic zijn loopbaan in Venlo nieuw leven in te blazen. De voormalig speler van Hajduk Split en nationale ploeg van Bosnië-Herzegovina begrijpt wel waarom hij nog niet iedere week in de basis staat. Because I think when I come here I was not fit 100%. I didn't play last 6 months and now it's every day it's better and better. We work hard and I work hard to be fit now. I am fit 100% and that's why I think that's why I play good. Drie clubiconen van VVV worden deze week op een muurschildering vereeuwigd in stadion De Koel. Het idee hiervoor is ontstaan tijdens de jubileumviering eerder dit jaar. Intern werd geconcludeerd dat er te weinig gedaan wordt met de historie van de club. Om daar iets aan te doen werd onder andere een lijst met 20 clubiconen opgesteld. Uiteindelijk vonden wij dat wij, nu zeker nu de verbouwing gestart is, dat het zeker is dat we hier blijven, dat we daar mee aan de slag moesten. En op welke manier ga je die projecteren of zijn banners op welke manier? En eigenlijk kwam hier op dat moment, deed er zich iets voor dat wij met twee partners in gesprek waren voor een mooie uiting. En ik ben af en toe een beetje allergisch voor de standaard reclameborden die het hele stadion volhangen. En wilde eigenlijk heel graag wat anders doen dan een reclameuiting. En dat is uiteindelijk een muurschildering geworden. Waar we dus twee sponsoruitingen en een selectie van de clubiconen op hebben getoond. De eerste drie clubiconen die we op deze manier terugzien in het stadion zijn Herman Teeuwen, Ger van Rosmalen en Keske Honda. Volgens de club iconen van drie verschillende generaties. Deze afbeelding moet uiteindelijk op de muur komen. Graffiti-artiest Vincent Huibers is samen met collega Marcus Dijen verantwoordelijk voor de enorme muurschildering. Ook voor hen geen alledaagse klus. Nou, in ieder geval moet het ook heel groot zijn. Want als je portretten maakt van 1 meter, dat zie je vanaf de tribune daar niet. Dus het is eigenlijk wel belangrijk dat je vanaf de tribune ook nog kan zien welke spelers dit zijn. Dus het moet vooral impact hebben op afstand, deze schildering. En het moet ook dynamisch zijn. We hebben bijvoorbeeld die sponsornamen hebben we voor gekozen om die op vlaggen af te beelden. Dan zit er beweging in. Als je die gewoon recht erop zet, dan wordt het een hele statische schildering. En nu zit er beweging in. Die lucht hebben we ook gekozen om echt een lucht te maken met beweging van de wolken. Een beetje, een beetje dramatisch aangezet, zeg maar. En ook zeg maar, die beweging van Honda, daar zit dynamiek in. Dus het is een dynamische sport natuurlijk, vol beweging. Dus ik vind dat zo'n muurschildering dat ook wel uit mag stralen. Het meest bijzondere voor Huibers aan deze klus is dat hij eindelijk iets in eigen stad mag doen. Ik doe eigenlijk fulltime dit soort projecten.
En, maar eigenlijk buiten Venlo altijd. En, ik heb in Venlo wel wat kleine projectjes gedaan, maar dat is dan vaak binnen, niet zozeer in de openbare ruimte. Ja, dus ik vind het wel, wel cool om iets te maken wat door heel veel mensen Venlo gezien gaat worden. De muurschildering moet voor de wedstrijd tegen NAC klaar zijn. De andere 17 club-iconen moeten later een plekje krijgen in het stadion. Nou, de eerstvolgende plek is eigenlijk de tunnel waar het grote publiek doorheen loopt. Dus gewoon echt onder het stadion door. Daar hebben we twee hele mooie grote wanden waar we heel graag 6 club-iconen op willen tonen. De verbouwing gaat straks starten met de O-zijde. En ja, daar zit natuurlijk straks een mooie supporterzone onder. En eigenlijk heel veel ruimte om mooie club-iconen te gaan weergeven. Maar ja, moet ook eerst, het financiële plaatje moet ook kloppen, want het, ja, het heeft een aardige impact. Dus we moeten daar ook wel de juiste partners bij gaan vinden. VVV staat na 5 wedstrijden op een mooie 7e plaats in de Eredivisie. Zaterdag komt de nummer 17 NAC Breda op bezoek in Venlo. De laatste ontmoeting tussen beide ploegen kende geen winnaar. Het bleef vorig seizoen 0-0 in de koel. De eerste helft was toen voor ons, de tweede helft was duidelijk voor NAC. En uiteindelijk was dat niet een wedstrijd om over naar huis te schrijven qua amusementswaarde. Maar uiteindelijk gaat het wel om resultaat. En op het moment dat je wedstrijden kunt winnen, zoals afgelopen week bij de Graafschap, dan heeft dat uiteraard de voorkeur. Maar als er voor sommige wedstrijden niet meer in zit dan een punt en dat je dan lelijke punt moet pakken. Uiteindelijk wil denk ik iedereen in Venlo volgend jaar dat we weer Eredivisie spelen. Dus je kan ik gaan roepen van de mensen komen hier naartoe om spektakel te zien en om hoge amusementswaarde. Dat wil ik heel graag. Maar het belangrijkste wat we willen is dat we in de Eredivisie blijven. En, dus we moeten wel reëel blijven. NAC staan voorlaatste, pas 1 wedstrijd gewonnen. Volgens mij wordt voorzichtig al de noodklok geluid in Breda. Kun je dat voorstellen? Nee, want wat zijn we nou onderweg? 5 wedstrijden. En ze hebben van de week ongelukkig verloren van Fortuna. Maar we hebben ook een lastig programma gehad. AZ uit, Feyenoord uit. Dus dat zegt mij niet zoveel. Het is een ploeg die... Die dadelijk in mijn ogen echt wel weer de stap omhoog gaat zetten. Die een coach heeft die altijd rustig blijft. Dus met dat publiek erachter daar heb ik geen enkel twijfel dat zij in de problemen gaan komen dit jaar. Maar wij moeten naar ons eigen kijken en naar onszelf kijken. En dan is dit weer een wedstrijd waarin we weer voor de winst moeten gaan. En dan hou je je goede reeks zoals je het seizoen gestart bent, die hou je weer in ere. En heel Eindhoven staat natuurlijk ook stil bij Lennart T. Wat een geweldige actie van hem. Hij is dus stamceldonor. En in de 11e minuut is daar het applaus voor de nummer 11 die er niet is. En om zo'n goede reden zijn maar weinig voetballers ooit afwezig geweest in de Eredivisie. Lennart T. Bijzondere wedstrijd waarbij het 115-jarig bestaan van VVV ook wordt gevierd. Bijzonder shirt van VVV om dat 115-jarig bestaan te vieren. En er komt de landskampioen op bezoek. Kortom, het belooft een bijzondere middag te worden hier in Venlo. Dit is wel een kans. Oh, Pokel vond geen buitenspel. Misschien wel de beste kans van allemaal in de eerste helft. Maar Opoku raakt de bal nog niet eens half. 8 rechts. En 8 gaat hem nemen. Maar kan hij hem ook pakken? Nee. Leemans schuift hem heel rustig binnen en dan zit de wedstrijd erop en wint VVV van Feyenoord. Wordt het een schot op doel? Nee, toch een voorzet van Reserveur. En dan valt hij hier en een schitterende goal. Die omhaal is prachtig. Het doelpunt van nota bene centrale verdediger Niels Reuseler en VVV staat op voorsprong. Zijn eerste doelpunt in Venloze dienst. En Reuseler denkt, als ik hem dan toch maak, maak ik hem maar ook heel mooi. Dit is de top 3 van VVV zoals hij er nu uitziet. Deze week mag Moreno Rutte een nieuw fragment in de top 3 zetten. Ja, kijk, die rubriek is volgens mij dit seizoen ingegaan. En ik vind dan ook dat er eigenlijk momenten van dit seizoen in moeten. En
niet zozeer momenten van 2 jaar geleden of vorig seizoen. Dus het oudste fragment gaat eruit. Dus sorry Niels, maar hij gaat er alweer uit na 1 week. En om echt een moment van dit seizoen te kiezen is lastig, omdat nog niet echt successen zijn behaald. Maar wat wel een nieuwe rol is dit seizoen, is denk ik de VAR. En we hebben de eerste wedstrijd daar geluk mee gehad. Kijk, tegen Ajax zit hij wel wat tegen, maar ik denk dat je misschien het positieve eruit kan halen. En dat is dan de eerste wedstrijd dat we daardoor toch die 1-0 bij Willem II hebben kunnen houden. Dus voor mij betreft mag de VAR erin. Nou, bijzondere keuze, denk ik. Jij zegt net, ik hoor jou zeggen, geen bijzondere momenten nog gehad. Of jullie staan toch mooi zevende op dit moment? Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk geen één moment. Dat is op basis van 5 wedstrijden. Dus we kunnen slechts 5 wedstrijden erin plakken. Dus doe maar gewoon 1 moment. En dat is dan de eerste overwinning tegen Willem II. Ik wou zeggen, je had ook Danny weer erin kunnen zetten. Heeft hij gescoord? Ja, nee, dat had gekund. Maar als hij weer zelf een momentje heeft, dan zal hij hem zelf wel erin zetten. Maar ik ga het niet doen. Veel gaat over die kant. Nu dan een keer een voorzet met rechts. En dan zit hij er wel in. En dan kan het er maar eentje zijn. En de scheidsrechter is nu in overleg met de VAR, Kevin Blom. Of dit doelpunt misschien wel moet worden afgekeurd. Is het niet gewoon een handsbal van Sol? Daar Kevin Blom. In het KNVB Replay Center in Zeist. Die rode rand om de tv betekent dat ze met elkaar aan het overleggen zijn. Het doelpunt wordt afgekeurd. Het doelpunt telt niet van Sol. Het blijft 1-0. En scheidsrechter Blom is ervan overtuigd dat dit een handsbal is. Ja, hij maakte met zijn arm. Zijn doelpunt werd afgekeurd. Terecht, want hij maakte hem met zijn bovenarm. Frans Sol. En dus wint VVV vanavond in Tilburg. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.